haalbare eruit gehaald. En nu? Maar wat er nu moet gebeuren... Nu zijn de geesten rijp. In Vlaanderen heb je 80% van de bevolking zeker achter je... om die problematiek van die kinderen op te lossen. Goed, die kinderen dus... Maar u heeft ook de reactie gehoord van CD&V-voorzitter Wouter Beken, hè? Wel, kijk, ik heb voor het eerst in 1971... ben ik dus in een tv-uitzending met de strijd begonnen... voor de euthanasiewetgeving. Ja. Dat is dus meer dan 40 jaar geleden. Ik heb daar met zeer veel anderen zeer hard voor gewerkt. Nu dreigt Wouter Beken, als we met die nieuwe zaken voor de dag komen... dat hij de vorige wet in vraag zal stellen. Wel, ik zal hem het volgende zeggen. Ik ben nu 78 jaar. Ik heb misschien nog een paar jaar te leven. Wel, als ze dat doen... De rest van mijn leven besteed ik eraan de boer op te gaan... om ervoor te zorgen dat de CD&V binnen enkele jaren... niet eens aan het quorum meer komt. Tot 2%. Ze zijn al geëlimineerd in Antwerpen. Ze zijn al geëlimineerd in Gent. Wel, we zullen ze overal elimineren. Maar ik zeg dat met spijt. Ja. Want in de CD&V zitten zeer waardevolle mensen. Ja, maar die mensen moeten nu recht staan en zich niet laten leiden door een overjaarse fanatiekeling... die dus niet dat nog in de 19e eeuw zit. Een fanatische dogmaticus. Terwijl wij met de mensen van Leuven een behoorlijk gesprek hebben. Ja. Mensen zoals Schotsmans, mensen zoals Nijs. Ja. Mensen die de zaak kennen, daar hebben wij een behoorlijk gesprek mee. En dan gaat daar iemand die van toeten nog blazen weet... gaat dan werkelijk de zaak tegenhouden? Nee. Als de CD&V'ers verstand hebben, zullen ze zeggen... kijk, die man... zwijg maar, je kent er niks En anders krijgen ze met u af te rekenen. Ja. Dat is duidelijk. Boodschap is genoteerd, professor.